Hey, wat leuk dat je weer luistert naar de nieuwe podcast van Monkey Moves. Ik ben Maaike Jager en deze week ben ik weer aan de beurt om een blog te schrijven. En in mijn blog sta ik stil bij de 6 redenen waarom tablets en smartphones een grotere bedreiging vormen voor onze kinderen dan we denken. Zoals beschreven in mijn vorige blog zijn dit obesitas, slaapstoornissen, slechte sociale vaardigheden, agressie, depressie en onderpresteren op school. Als eerste obesitas. Sinds de komst van smartphones en tablets en alle andere ontwikkelingen in de technologie, dus denk eens aan Netflix, is de gemiddelde Nederlander minder gaan bewegen en meer stil gaan zitten. En ook ik merk om mij heen dat kinderen steeds meer tijd besteden achter een scherm. Dit zorgt ervoor dat kinderen tegenwoordig zwaarlijviger zijn dan voordat er smartphones en tablets waren. Kortom, obesitas stijgt onder kinderen. De motorische fitheid, kracht, uithoudingsvermogen, coördinatie, snelheid en lenigheid van kinderen is hard achteruit gehold sinds de jaren 80. En dat komt niet alleen doordat kinderen gemiddeld dikker zijn geworden, ook kinderen zonder overgewicht zijn minder sterk en minder lenig. Dat blijkt uit een onderzoek van Mai Chin Apao, hoogleraar epidemiologie van jeugd en gezondheid aan VUMC in Amsterdam, onder meer dan 2000 Nederlandse kinderen. De tweede reden, slaapstoornissen. Ik ben me er steeds vaker bewust van dat we in een wereld leven met gigantisch veel soorten prikkels. Onbewust krijg je meer dingen mee dan je denkt en ervaar je, dus aanhalingsdruk, van dingen die eigenlijk niet reëel zijn. Hoe zou dat dan moeten zijn voor kleine kinderen? Want ook zij krijgen veel meer mee dan je denkt. En als wij volwassenen al moeite hebben met het onderscheiden van echt en nepnieuws, hoe moeten kinderen dit dan kunnen? Dit maakt de kans op het hebben van enge dromen / nachtmerries alleen maar groter. Daarbij komt dat het turen naar een beeldscherm niet bevorderlijk is voor de ogen, wat kan resulteren in hoofdpijn, waardoor slapen ook minder goed lukt. Dan de slechte sociale vaardigheden. Aangezien kinderen meer tijd doorbrengen achter een scherm en dus minder tijd besteden met het spelen met vriendjes, zullen hun sociale vaardigheden achteruit gaan. Daar waar ik buiten met vriendjes spelletjes bedacht met een springtouw en de mooiste hutten bouwde, een heel wegennet op de stoep maakte met stoepkrijt en hele avonturen beleefde op het klimtoestel op het schoolplein, kijken kinderen van tegenwoordig naar YouTube-filmpjes, weten ze precies hoe een smartphone en een tablet werkt en worden ze beïnvloed en bedolven met allerlei uitspraken op social media. In een andere blog kun je lezen over waarom het spelen zo ontzettend belangrijk is voor je aapkop en deze vind je elders op de site. Dan het puntje agressie. Omdat kinderen nog minder in staat zijn dan volwassenen om nep te onderscheiden van echt, zien zij aan filmpjes die voorbij komen niet of het er in de echte wereld ook zo aan toe gaat. En daarbij komt dat het heel makkelijk is geworden om nieuws en spelletjes via social media te delen. Dat kinderen ongemerkt aan veel meer blootgesteld worden dan uiteraard bedoeld is. Depressie. Veelvuldig beeldschermgebruik kan kinderen angstig of zelfs depressief maken. Denk eens aan het online pesten wat steeds vaker en meer voorkomt. En kinderen kunnen zich ontzettend eenzaam en alleen voelen, waardoor ze sneller depressief raken. Het onderpresteren op school. Alle 5 hierboven genoemde punten hebben indirect invloed op de schoolprestaties van onze kinderen. Denk onder andere aan het concentratievermogen, je inlevingsvermogen, creativiteit, sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en doorverzettingsvermogen. Al deze vaardigheden zijn natuurlijk ontzettend belangrijk voor het presteren op school. Conclusie. Ook al is jouw aapkop nog zo jong en onschuldig, het is belangrijk om je bewust te zijn van wat de effecten kunnen zijn van overmatig beeldschermgebruik. En eens goed te bedenken hoe jij als ouder hiermee omgaat binnen jouw gezin. Nou, dit waren de 6 bedreigingen die smartphones en tablets kunnen hebben op jouw kind. In mijn volgende blog ga ik in op de
tips die ik je kan geven om te zorgen dat het beeldschermgebruik geen bedreiging kan vormen, maar juist dat je er zorgvuldig en juist mee om kan gaan. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.